In onze studiogast is Sami Medi van CD&V, staatssecretaris voor asiel en migratie. Goedemiddag welkom Goedemiddag. in onze studio. We horen daar net al enkele cijfers van het aantal Oekraïense vluchtelingen. Ik neem aan dat u de allerlaatste cijfers heeft. Hoe, hoe, hoe liggen de kaarten precies? Ja, voorlopig zitten we aan 27.500 personen die geregistreerd zijn geweest aan Paleis 8. Oekraïners met meestal vrouwen en kinderen die hier komen. En de opvangnood, 20% heeft nood aan opvang. De meeste personen komen dus op dit moment terecht bij vrienden en familie. Ja. Ze worden geregistreerd in, in Brussel, op de Heizel. Er was in het begin kritiek, kan dat niet lokaal gebeuren? Waarom moet iedereen naar Brussel gaan? Het zou lokaal kunnen gebeuren indien we geen grondige identiteitsscreening en veiligheidsscreening zouden doen. Maar ik denk niet dat dat aangewezen is. Dus in Brussel is er een heel groot registratiecentrum met meer dan 230 mensen die daar werken. En die ervoor zorgen dat potentieel 3.800 mensen per dag geregistreerd zouden kunnen worden. We zitten gemiddeld aan 1.700 mensen per dag. Dus op zich de capaciteit is goed. Er is nu ook sinds vorige week een mogelijkheid om je online in te schrijven voor een afspraak op Paleis 8. Dus het loopt allemaal heel goed en mocht je dit gaan decentraliseren, dan zit je met een aantal uitdagingen op vlak van veiligheidsscreening en, en, en identiteitsscreening, die naar mijn gevoel toch wel belangrijk is. Daarom op de heizel. Um, die groep vluchtelingen, kan, kan u dat een beetje meer specifieren? Hoe, hoeveel vrouwen, hoeveel mannen, hoe zit dat precies? Well, het gaat bijna uitsluitend om, om vrouwen en kinderen. Je ziet, uh, meer dan 90% zijn vrouwen en kinderen, waarvan uh, 40% van alle Oekraïners die hier toekomen, kinderen zijn. Kinderen, uh, en daarbij is het ook nog iets belangrijk om te weten, 40% zijn kinderen, maar 30% van heel de groep zijn zelfs kinderen die jonger zijn dan 12. Dus je zit hier met heel veel ja, kleine snotters die toekomen met, met de mama uh, en voor wie dat we een heel heel specifieke begeleiding gaan moeten voorzien. Wat Het wel belangrijk is belangrijk dat we mensen opvangen, maar ook op de juiste manier omkaderen. Zijn er ook kinderen zonder begeleiding, zonder ouders? De meeste mensen die hier toekomen, hebben natuurlijk ook wel ergens het voordeel dat ze met de auto naar hier kunnen komen, met de mama naar hier kunnen komen. Maar je hebt natuurlijk ook wel mensen die in Oekraïne vastzitten. Ook een aantal kinderen die geen moeder of vader meer hebben. Dus daar willen we ook een, een inspanning voor Voor weeskinderen, maken. een speciaal project voor weeskinderen of zo? Ja, we zijn op dit moment samen met de Vlaamse regering, met dank ook wel aan minister Beke, die dat engagement heeft opgenomen aan het bekijken hoe dat we een zestigtal ...weeskinderen uit Oekraïne naar België zouden kunnen laten overkomen. Er zijn hele, hele kwetsbare mensen die in Oekraïne vastzitten. Niet in het minst weeskinderen die niemand meer hebben. En dus indien we van de Oekraïnse autoriteiten ook wel een finale go krijgen... ...dan gaan we effectief, samen met de Vlaamse regering, met tanka minister Beken ...ervoor zorgen dat we 60 weeskinderen daar weghalen uit de gruwel... ...die op dit moment aan het schuilen zijn in kelders in Oekraïne... ...en hier halen en zo goed mogelijk zien te beschermen. Die gaan in, in Vlaanderen opgevangen worden? Ja, effectief. Het is een... Dat opgenomen is ook door minister Beken. Ik had de vraag gesteld aan de verschillende regio's die bevoegd zijn daarvoor. En ik heb meteen ook wel een heel positief antwoord gekregen van minister Beken. die een gansplan heeft uitgewerkt om die weeskinderen hier op te vangen. Ik denk, we vangen heel veel kwetsbare mensen op op dit moment. Maar de meest kwetsbare daar oog voor hebben, dat is denk ik van allergrootste belang. En ik ben dankbaar ook voor de minister om dat mee te doen. We hebben er net gezien dat er een nooddorp gebouwd wordt in Vlaanderen. U zegt dat er heel wat mensen terecht kunnen bij thuisopvang. U heeft dat ook gepromoot. U heeft daar heel wat kritiek op gekregen, want thuisopvang is om problemen vragen, zei N-VA-voorzitter Bart de Wever. Uh, dat is een taak van de overheid, die, die opvang van die vluchtelingen. Ja, gaat het dan over dezelfde Bart de Wever die ook wel burgemeester is van de stad Antwerpen en via zijn eigen stad ook aan burgers vraagt of ze iemand willen opvangen in een gastgezin? Ik denk het wel. Op dat vlak vind ik het een beetje jammer. Ik denk we zitten voor een heel grote uitdaging. We moeten hier samen aan werken. En je hebt vandaag 5.000 mensen die uit Oekraïne naar België zijn gekomen en die opvang nodig hadden. Gelukkig zijn er heel veel gastgezinnen, heel veel burgers... die actief burgerschap tonen en die aangeven... ik wil deel uitmaken van de oplossing. Ja, ik wil voor een korte periode mensen bij mij in huis opvangen... in afwachting van huisvesting die er moet komen... in Vlaanderen, in Brussel en in Wallonië. Dus gelukkig hebben we dit. En ik denk dat we vooral moeten weggaan van... heel de tijd politiek-strategogespel. De burger heeft daar geen noodzaak toe en vooral de Oekraïner... De wever is erg hard ook. voor u, he. vorige zondag nog hier in de studio ook. Hij zegt onder meer, u hebt ons in de chaos gestorven... Met uw aanpak. Ja, ik kan alleen maar zeggen dat we in Europa voor heel grote uitdagingen staan, dat we in België een heel goed tragend registratiecentrum hebben, dat ik goed samenwerk met minister, Vlaams minister-president Jan Bon, dat ik goed samenwerk met minister Somers, dat we dat goed doen. En, en persoonlijk denk ik, ik begrijp dat partijvoorzitters vaak aan politiek stratego doen. Je ziet dat ook bij, bij andere partijvoorzitters, zoals Georges-Louis Boucher. Maar het hebben over in het verleden Chris Peters, die moet doodbloeden in een bad. Hilde Kravits beschouwen als een chiro-meisje. Joachim Koens beschouwen als een domme voorzitter. Je kan zo blijven doorgaan. Maar op een bepaald moment hoop ik toch dat in tijden van crisis dat we dat stratego-spel kunnen overstijgen en samenwerken. Want dan doen we echt heel goed met Vlaanderen. Ik ben daar heel blij om en ik maar, denk maar, dat we vooral vandaag moeten verder samenwerken. U wentelt niet af op, op, op de, de regio's, zeg maar, die noodtorpen en dergelijke. Zou u dat zelf kunnen organiseren, oh, federaal vlak. Ik heb als eerste aangegeven dat als de vraag er is, ondanks het feit dat huisvesting wonen een regionale materie is, heb ik aangegeven dat als jullie willen, kondigen we de federale fase aan. En dan kunnen we vanuit de federale overheid dit samen coördineren. Vlaanderen heeft daar heel duidelijk gezegd nee. Wij wensen dit zelf in handen te nemen. Dit is onze bevoegdheid. Wel fijn. En dus werken we ook heel goed samen. We hebben een taskforce opgericht. Ik heb verschillende keren samengezeten met de bevoegde ministers, met minister Somers, met minister Diependalen, met Vlaams minister-president Jan Bon, die ik wekelijks ook wel zie. Dus op dat vlak loopt de samenwerking heel goed en ben ik heel blij met wat wij hier in België en hier in Vlaanderen samen ook wel goed zien aan te pakken. Ja, Ben Segers van vooruit, die trok in de Kamer aan de alarmbellen zegt in Nederland en in Duitsland wordt nadrukkelijk gelet op de stroom vluchtelingen die aankomt of, of mensen smokkelaars mensen handelaars daar geen misbruik van proberen maken om mensen zeg maar te ronselen dames te ronselen voor voor prostitutie Probeert u dat ook in, in ons land in kaart te brengen? Ja, absoluut. Het is echt wel belangrijk om te doen. En in, in België, maar we moeten dit in, in heel Europa zien door te trekken. Je hebt meer dan twee miljoen vluchtelingen in Polen, waar het effectief bijzonder chaotisch is en de controle er over heel de lijn moet zijn. Maar ook in België is daar noodzaak toe. En dus je merkt wel dat daar ook wel uh, minister Van Kukkenborne heel veel inspanningen heeft geleverd. Ook mijn collega minister Verlinde ...inspanningen geleverd heeft om ervoor te zorgen dat we die smokkelaars geen ruimte geven. En gebeuren controles ook hier? Ja, er wordt enorm veel gedaan. En ook mijn boodschap die ik ook altijd meegeef is... ...je merkt dat er mensen zijn die iemand willen, uh, in huis willen opvangen. Maar organiseer het via de overheid. Ga niet zelf in een Facebookgroepje... dat we willen maken van de vrouwen en kinderen die hier toekomen. Ik wil het met u toch ook even hebben over de asielcentra, en meer bepaalde gesloten asielcentra in ons land. Dat zijn centra waar mensen, asielzoekers, terechtkomen die moeten teruggestuurd worden. U kondigt vier nieuwe centra aan. Theo Franke zegt, ja, twee daarvan heb ik een paar jaar geleden al aangekondigd. Ja, ja, aangekondigd zijn ze zeker geweest, absoluut. Je moet natuurlijk ook wel zorgen voor budget, je moet zorgen voor een plan, je moet zorgen voor aanbestedingen. En al die zaken die zijn even belangrijk als de aankondiging zelf. Ik ben heel blij dat we effectief vandaag een groot plan hebben, waarbij dat er vier extra uh, gestoten centra bij komen. Er is een aanbesteding vertrokken. Vrijdag is de eerste aanbesteding vertrokken voor het gesloten centrum in Steenokkerzeel, waar mensen uh, uh, tijdelijk vastgehouden worden in afwachting van terugkeer. En daarna volgen de centra van, van Jumet, uh, van Zandvliet uh, en van Jabbeke. Dus er wordt ook vandaag enorm aandacht. Wil je het aantal teruggestuurden opdrijven? Want vorig jaar zat u maar aan 2000. Hè? Dat is niet zoveel. Hè? Ja, absoluut. De cijfers moeten omhoog. Je hebt vandaag ieder jaar 20.000 personen of meer zelfs die een bevel krijgen om het grondgebied te verlaten. En hopelijk kan je zoveel mogelijk mensen overtuigen om vrijwillig terug te keren naar het land van herkomst. Maar je hebt ook een specifieke groep die één dat niet wenst te doen. En daarnaast mensen die zorgen voor problemen van openbare ordefeiten of zelfs grotere criminele feiten hebben gepleegd. Die hebben niets in ons land te zoeken. En ja, je hebt nood aan extra capaciteit. Want ik krijg niet aan een burgemeester uitgelegd dat er iemand zorgt voor openbare ordefeiten, die ook niet in België moet zijn, omdat ik geen plaats heb in een gesloten centrum. Dus we moeten bouwen, we hebben extra capaciteit nodig. En met deze regering hebben we daar dus ook voor gekozen. Ter afronding even naar uw partij. CD&V blijft het moeilijk hebben, 11,3% in onze grote peiling afgelopen week. Nog altijd 3% onder het laatste kiesresultaat. De partij heeft blijkbaar toch een beetje moeite om eigen smoel, zoals dat heet, te creëren. U zelf scoort wel heel goed. Hè? U, u stijgt van 12 naar 7 wat, wat de populaire politici betreft. Dat moet u echt doen, dat u zo goed scoort. U scoort zelfs beter dan Hilde Krevits. U bent de, de populairste CD&V-politicus op dit moment. Ja, het is altijd fijn om het vertrouwen te krijgen van mensen in tijden van, van crisis, zeker. Dus we proberen hard te werken en het vertrouwen van mensen te winnen. Ik ben niet alleen, ook. Ik merk, Hilde staat effectief ook wel in, in de top 10 en werkt ook al jaren al heel hard. En ook vandaag op dit moment op Vlaams niveau uh, en als je kijkt naar de een van de grootste stijgers uh, is ook Vincent van Peteghem die uh, enorm hard gestreden heeft voor die BTW-verlaging uh, die de facturen naar beneden probeert te krijgen waar wij ook als CD&V de komende jaren verder zullen werken aan een beleid waarbij we zorgen voor een goed, kordaat en veilig beleid. Maar daarnaast ook ervoor zorgen dat mensen die hier hun facturen niet betaald zijn te krijgen... Klinkt het klinkt bijna als, als een partijvoorzitter, als ik u zo hier hoor. In het najaar zijn er partijvoorzittersverkiezingen bij CD&V. Hilde Krivits, Annelies Verlinden zijn geen kandidaat. Vincent van Peteghem heeft ons dit weekend laten weten dat hij ook geen kandidaat is. Misschien zit u in een goede positie om een nieuwe poging te wagen om partijvoorzitter te worden. Ja, ik weet niet goed in welke mate ik in een, een goede positie hoort te zitten. Um, ik heb vandaag mijn handen vol met een, een gigantisch boeiend departement. Met heel grote uitdagingen. Maar dus vandaag u, ben je kandidaat? zijn. Moeilijk om de toekomst te voorspellen kan niemand doen. Ik werk in ieder geval heel hard. Ik weet dat wij als partij heel veel kunnen betekenen en moeten doen. Op mijn departement met een streng kordaat, maar ook menselijk migratiebeleid waar dat je niet het onderscheid maakt tussen wat een echte vluchteling is en wat niet. En op vlak van, van fiscaliteit ook wel, waar Vincent heel hard aan werkt om ervoor te zorgen dat mensen hun facturen kunnen betalen. Nee, maar... Want dat is mijn grootste uitdaging. Ik vind echt wel dat daar we ervoor moeten zorgen dat mensen die vandaag het water zelfs boven de lip hebben staan ook wel hun facturen betaald zien te krijgen en daar Gaan we ook wel een speerpunt van nee, Jonge voorzitters kunnen goed scoren. Hè. Conor Rousseau staat op twee in onze populariteitspool. Ja, kan, u, kan u goed zingen? Um, goh, uh, als, je, als je dat aan mijn moeder zou vragen, dan denk ik dat het antwoord nee is. Uh, dus uh, zingen is niet aan mij besteed. Maar in ieder geval, uh, ik ben heel blij om te zien wat ik, wat ik kan doen. Uh, en ik hoop dat we met onze CDNV-ploeg ook wel de komende jaren vooruit gaan kunnen boeken. Want effectief, 11,3 procent, 12 procent maakt niet uit. Het is niet genoeg. We moeten als partij meer kunnen doen, meer kunnen betekenen voor de Vlaming. En daar gaan we keihard voor werken. Oké, okay, bedankt voor uw komst naar de studio, Sami Media.